Hey hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van .Netflix. We zijn hier in San Francisco bij de beeldconferentie en daar hebben we gisteren allerlei nieuwe dingen gehoord tijdens de keynote. Waaronder een dingetje wat heet bots. Bots zijn het helemaal. Dat hebben we gezien, het hele consumer platform van Microsoft. Alles wordt met bots aan elkaar geknoopt. En we dachten van ja, daar willen we eens eigenlijk wat dieper naar gaan kijken. Dus volgens mij heb jij wat voorbereid, Sander, of niet? Ik heb het voorbereid, zeker. Bots zijn de nieuwe apps. Ja. In ieder geval, dat is waar Satya Nadella op aan het inzetten is. Mm-hmm. Ik heb een simpel demootje voorbereid. Om eens even te kijken van oké, als je nou zo'n bot gaat maken, is dat lastig? Waar loop je tegenaan? Ja, en een bot is dan eigenlijk gewoon een soort entiteit waar ik allerlei dingen aan kan vragen. Ja, die snapt wat ik wil en op basis van een bepaalde context of zo gaat hij mij antwoorden geven of suggesties geven. Dat zijn eigenlijk bots, toch? Ja, het gaat echt om conversations. Gisteren op de keynote ook een leuke demo gezien waarbij je met een bot aan het, of jouw Cortana Assistant met een andere bot aan het converseren is om een hotel te reserveren. Ja, dus dan wordt het ook wel leuk als bots met elkaar gaan praten. Zeker, en zo krijg je heel netwerken. Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Kun je dat laten zien? Ja, nou, wat ik hier gedaan heb, is wij hebben natuurlijk gewoon een leuke R6-feed van de Netflix zelf. Dus ik dacht, laten we eens een bot maken die voor ons uit onze stapel afleveringen op bepaalde zoektermen de juiste afleveringen kan vinden. Oké. Ik heb daarvoor allereerst een template moeten installeren. Dat kan je nog op dev.botframework.com kan je dat downloaden. En als je dat gedaan hebt en hem in je template directory hebt gegooid, dan krijg je bij File New Project een mooi nieuw bot projectje erbij. Eens even kijken hier, een bot application. Oké, nou, dus dat is gewoon een applicatie template eigenlijk. Dat is gewoon een applicatie template. Die heb ik al aangemaakt. En wat je dan uiteindelijk overhoudt eraan, is eigenlijk iets wat nog het meest gewoon op API app lijkt. Ja. Want je hebt gewoon een API controller. En dit ding kan je ook publiceren als een API-app, want je publiceert hem ook naar een app-service toe als je hem wil releasen. Dus dit is precies dezelfde eigenlijk, dezelfde wizard die je doorloopt als dat je een andere API-app of web-app maakt. Nou, hoe ziet dat er dan uit, hè, die controller? Zoals je ziet hier, hij leidt gewoon af van een API-controller. Mm-hmm. Er zit authenticatie in op basis van basic authentication. Maar daar wou ik nu even niet naar kijken, dus dat heb ik even uitgezet. Ja, precies. En wat we dan zien is, we hebben een methode om een postbericht aan te nemen. En daar zit een bepaalde message in. Ja, en dat is dan gewoon een HTTP-post die vanuit een client wordt gedaan. Gewoon een simpele HTTP-post, precies. Okay. Ja. Nou, we controleren even of we echt een message binnen hebben gekregen. Maar je kan ook system messages en dergelijke binnenkrijgen. Mm-hmm. En dan ga ik eigenlijk gewoon heel, heel eenvoudig zitten kijken van als dat stringetje wat naar mij toegestuurd wordt, als dat begint met find, dan weet ik van ik wil een zoekactie doen. En ik ondersteun op dit moment eigenlijk alleen maar één hele simpele sentence. Dat is find een of ander subject. Okay, dus alles wat achter find staat, dat zijn de keywords waarop ik wil zoeken. Dus hier komt zeg maar de logica om te begrijpen wat iemand vraagt. Ja. En dat is volgens mij ook waar je, ze hebben ook een hele set met cognitive services aangekondigd. Zeker. Waarbij je dat soort dingen allemaal kunt doen. Ja. En daar gaan we waarschijnlijk nog wel een andere aflevering op doen. Daar gaan we later zeker nog even naar kijken. Dit is nog helemaal niet met die cognitive services. Dit is gewoon eigen implementatie. De hello world, zeg maar. Ja, precies. Dus ik pak die keywords, ik trim de spaties eraf. En dan heb ik vervolgens even snel een Netflix DB-klasje in elkaar gezet die RSS-feed van ons kan benaderen. Ja. En die kijkt of hij op basis van dat subject wat hij meekrijgt episodes kan vinden. Ja. Nou, als dat gelukt is, dan geeft hij een bericht terug. Fout een episode. En als het niet gelukt is, geeft hij een berichtje terug. Sorry, ik kan het niet vinden. Ja. Wat je hier ook ziet, is dat als het geen zeg maar, custom user message is, dan gaan we kijken, dan gaan we ervan uit dat het een system message is. Ja, ja. En dan gaan we die ook afhandelen. Dat gebeurt iets lager. En op dit moment ondersteun ik alleen het message type ping. En dan stuur ik even een ping terug. Maar je hebt ook andere messages thuis. Bijvoorbeeld als er een nieuwe conversation begonnen is. Als er een nieuwe user is toegevoegd aan de conversation. Kunnen mensen zich aanmelden. Als je een functionaliteit wil bouwen. Dat als er iemand bij komt in het gesprek. En je wil even hallo zeggen. Dat die bot automatisch iets doet, dan kan je dat op die manier inbouwen. Er zitten ook echt wel hele interactiepatronen kun je ermee opbouwen. Ja, want het is dus ook niet één op één. Je kan hij kan ook meedoen in een groep. Nice. Nou, dit kunnen we runnen. En dit draait nu gewoon lokaal? Dit draait gewoon allemaal nog lokaal. Ja, dus je ziet nu dat die gehost wordt op een Porsche op mijn local host. Oké. Okay. En standaard heeft hij in default HTML... pagina waarin je dan zegt van, je kan hem hier op vinden op deze uur. Ja. Nou, wat er ook bij hoort is de bot framework emulator. Nice. En die kan ik gebruiken om met die bot heen en weer te gaan praten. En dan kan ik in mijn chat window zie ik het
resultaat van de chat. Maar in de JSON-window zie ik ook nog eens een keer wat nou exact onder water en weer gaat. Ja, echt de payload van de berichtjes. Precies. Ja. Nou, de URL staat er goed. Het is, je zag net, hij draait op die port. Ik had een API-controller, die heette de Netflix controller. Dus hij gaat een zoek op de Netflix. Ja. Dus laten we maar eens proberen wat er gebeurt. Als ik zeg, zoek op maar eens alles op basis van Azure. Kijk, nou heeft hij één aflevering gevonden. TypeSafe Serialization with Azure Document DB. Nice. Nou, dan zie je dat je al echt met minimum effort al heel snel iets in elkaar kan zetten. Ja. Je hebt ook de bot connector servers. Ik zou deze bot van mij nu kunnen publiceren. Ja. En inmiddels de bot connector servers kunnen hangen aan bijvoorbeeld Slack of SMS. Cortana. Of al die dingen. Ja, ja. Precies. En dat is eigenlijk alleen nog maar wat dingen ze aan elkaar klikken. En daar hoef je verder niks voor te programmeren. Dus precies. Het is heel eenvoudig om zo je eigen bots te schrijven. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Hij heeft nu één episode gevonden. Hè? Maar volgens mij hadden wij meer dan één episode over Azure. Vast. Dus laten we eens kijken of we dat ding nog even iets intelligenter kunnen maken. Gaan we even terug naar Visual Studio. En wat ik nou eigenlijk het liefst zou willen doen is alle resultaten laten zien die hij gevonden heeft. Die matchen op de query eigenlijk. Precies. Ja. En dan vervolgens de vraag stellen aan de gebruiker van naar welke was je nou op zoek. Ja. Dus je ziet dat je een iets ingewikkeldere dialoog krijgt. Ik kan dat hier allemaal gaan uitprogrammeren zelf. Maar er is ook een Bot Builder SDK. Mm-hmm. Dat is een apart NuGet package. Die zit niet standaard in dit template. Maar die heb ik al wel toegevoegd. Dat is deze. Microsoft Bot Builder. Als je het op Bot Builder in NuGet, dan heb je hem zo gevonden. Ja. En die voegt het concept van een dialog toe. Oké. Okay. En een dialog, daar maak je een hele dialog tree mee. Mm-hmm. Dus die is ook composable. Dus ik kan stukjes dialoog, dus stukjes vraag-antwoorden, interacties, kan ik één keer bouwen. Oh, ja. En vervolgens gebruiken in meerdere bots of in meerdere situaties. Nice. En daar zit ook een heel handig klasje bij de prompt. En daar kan ik... Daar zit eigenlijk standaard gedrag in, bijvoorbeeld voor het vragen om een bevestiging. Ja, ja. Of het een keuze maken uit een aantal dingen. Mm-hmm. Dus laten we dat gaan gebruiken hiervoor. Dus dan ga ik even dit hele stuk wat ik hier had, ga ik uitcommentariseren. Uitcommentariëren. En in plaats daarvan ga ik gebruik maken van de conversation class. En dan ga ik zeggen, start maar deze dialoog op. Mm-hmm. Dus in die klas ga ik mijn logica definiëren. En by the way, dit was de message die net binnen is gekomen. Dus dat is de eerste message die je aan die dialoog moet gaan, gaan geven. Nou, hoe ziet die dialoog dan uit? Ding moet altijd serializable zijn. Yep. Dus vergeet het attribuutje niet, anders doet hij het ook echt niet. Er is een iDialog interface die je moet implementeren. Mm-hmm. En die geeft die start async methode in een bepaalde context. En aan die context kan je ook weer dingen vragen van wie doen er allemaal mee aan deze dialoog, wat zijn de users. Een soort session-achtig ding. Precies, ja. Okay. En die zo'n context die bewaart ook state, want je ziet ook hier, ik kan nu heel makkelijk state in deze dialoog bewaren door gewoon een private field te definiëren. Ja, ja. Nou, en wat ik hier dan volgens zeg, ik zeg tegen die context, ga maar gewoon wachten tot er een bericht binnenkomt en op het moment dat het bericht binnenkomt, start dan de message received async methode. En die message received async methode, daar heb ik dan echt mijn logica in zitten om een bericht af te handelen. Okay. Dus hier zie je eigenlijk weer het stukje terugkomen, ongeveer wat ik net had weggecommentarieerd in het andere gedeelte. Dat we opnieuw gaan kijken van, hey, start dat berichtje, find. Als dat zo is, gaan we weer de subject eruit halen, gaan we die RSS feed weer benaderen. Maar dan wordt het ietsje anders. Dan ga ik een stukje markdown tekst in elkaar zetten, waarin ik de opties laat zien. Ja. Zodat de gebruiker uiteindelijk kan kiezen uit die opties. Precies. Ja, precies. Ik maak hier ook een, eigenlijk even een lijstje aan, een arraytje van integers. Mm-hmm. Om zeg maar de opties in een array te hebben om hier mee te kunnen geven aan die prompt dialog. Ja. Want als ik dus drie resultaten heb, dan wordt dit de array waarin staat 1, 2 en 3. Ja. Want dat zijn de dingen waarin je mag kiezen. En dan start ik hier dus eigenlijk zo'n subdialoogje. Dus je kan het echt zien als een boompje waarin dit een stukje herbruikbaar dialoog is. Dan aan het bouwen, En dan zeg ik, als die prompt dialoog, als die zijn antwoord heeft gekregen, ga dan maar verder met de after select async. Dus er is iets geselecteerd. Ja. Nou, dat is de methode, die staat iets lager. Dan krijg ik hier het uiteindelijke antwoord meegegeven, wat de gebruiker gekozen heeft.
Je haalt hem uit je state. Ik haal hem uit mijn state, die netjes bewaard heeft. Nice. En ik zeg van, oké, hier kan je hem vinden. Cool. En vervolgens, wel belangrijk, zeg ik weer tegen die context, ga maar weer zitten wachten op het volgende bericht. Ja. Want je moet elke keer wel weer zeggen van, ga maar weer door zitten wachten om eens te kijken of iets binnenkomt. Maar dan is je conversatie in principe afgerond. Je conversatie, deze conversatie blijft bestaan, zolang ik hier context weet. Ja. Want ik zit nog steeds in diezelfde context, in diezelfde klas. Ik ben benieuwd. Dus gaat, weer gestart. Je gaat echt praten nu met een bot, hè? Heb je ik ga gaten? Praten met een bot. Kijk. Fijn, Azure. Laten we eens kijken wat hij nu zegt. Kijk, nu krijg ik ineens een resultaat. Er zijn blijkbaar 9 afleveringen die we ooit over Azure gedaan hebben. En als ik nu eentje kies, wat vind je leuk? Laten we pakken Azure Service Fabric. Azure Service Fabric nummertje 6. Dan heb ik vervolgens ook de link. En awesome. Ik weet toevallig dat dat een goede spreker was. Dus, Ik zou niet weten, ik ken hem niet. Ik wel. Nee, dat ziet er goed uit. Ja, het is echt heel laagdrempelig hoe je zoiets zo snel in elkaar klikt. Ja, je hebt dus die 2 componenten. Je hebt die connector, dat is om echt bots aan elkaar te knopen en ervoor te zorgen dat ze met elkaar kunnen communiceren. Ja. En de bot builder is eigenlijk van, dan ga je eigenlijk het gedrag van je bot en de intelligentie van je bot bouwen. En die moet het eigenlijk zeggen, dat wordt de engine eigenlijk van je bot. Ja. Vind ik dat zo goed? Ja, dat is eigenlijk waar je je bot mee bouwt. Inderdaad, precies. Het andere verbind je het uit allerlei chatrooms en dat soort dingen. Cool. Onderdeel nog van die SDK is ook die SDK. Ik heb nu trouwens C# gebruikt, maar die SDK is ook in Node.js. Nice. Dus als je liever in Node.js schrijft, ga je gang. Whatever makes you happy. Een ander ding wat er nog in zit, waarbij eigenlijk nog weer een abstractielaagje hoger zit, is dat Formflow. Okay. En bij Formflow defineer je eigenlijk een class die een bepaald formulier voorstelt. Dus bijvoorbeeld, we willen ook functionaliteit toevoegen om een show aan te vragen. Oh, okay. Ja. Dus we maken een request form voor door Netflix. En daar moeten we een aantal dingen van weten. We moeten weten wat is het onderwerp. Wat is jouw naam als spreker? Of wat voor dag zou je kunnen? Precies, al dat soort dingen. Dan kan ik daarvan een class maken die al die properties heeft. En dan geeft die eigenlijk aan die Formflow engine. Mm-hmm. En dan kan die zelf al de juiste vragen gaan stellen. Oh, okay. Nice. Dus dan krijg je heel snel kan je dan een wizard maken. Waarbij je ook weer, als je door het formulier heen gelopen bent, kan zeggen van, oh ja, maar ik wil nog even de datum aanpassen. Dus kan je zeggen, pas geef de datum aan. En dat soort dingen. Daar gaan we ook nog wel even een leuke aflevering van maken. En natuurlijk, die cognitive services. Ja, precies. Dat lijkt me wel interessant. Want nu heb je eigenlijk een hele simpele functie geschreven die zegt van, nou, als er find in voorkomt, alles wat erachter staat is het subject. Precies. Maar als mensen op andere manieren zouden willen vragen van, heb je misschien een episode over dit of dit? Show me episodes on Azure. Ja. Zou je nu zeggen, I didn't get it. Dus, en dan zou je nu allerlei parsing stuff moeten gaan bouwen en dan zou je dus daar... Zeker, dat zou je nu allemaal handmatig moeten afhangen. Dus, okay. Ja. Nou, daar zou je zo'n cognitive service mooi voor kunnen gebruiken. Ja. Nou, dus ik denk dat dat maar eens de volgende aflevering wordt. Dat gaan we zeker doen. Ik vond het super uitzien. Ik denk dat het echt heel makkelijk is om zo'n bot te maken. En ik denk dat het ook wel leuk is, omdat het natuurlijk integreert met allerlei standaard applicaties die we eigenlijk in ons dagelijks leven al gebruiken. Dus Cortana, Bing geloof ik, kon je ook mee koppelen. Zeker, Bing kan ook automatische vertalingen voor je verzorgen. Ja, precies, dus dat is ook wel mooi. Dus erg interessant. En ik hoop dat jullie het ook interessant vonden en allerlei bots gaan bouwen. En dan kunnen we onze bots tegen elkaar laten praten en dan kijken wat eruit komt. Fight. Ja, bot fights. Dus bedankt voor het kijken en wellicht tot de volgende keer. Later. Bye bye.